Naomi Josaphat is de derde vrouwelijke landmeter van Suriname. Daarnaast is ze de eerste vrouwelijke landmeter uit de binnenlandse gemeenschap. Volgens president Chandrika Persat Santokhi, die Josaphat gisteren in haar nieuwe functie beëdigde, is dit een mijlpaal voor zowel de Surinaamse als de binnenlandse gemeenschap. Het staatshoofd benadrukte dat een landmeter een bijzondere taak heeft, namelijk het opmeten van percelen en vervaardigen van figuratieve kaarten. De president zei dat de gemeenschap echter wordt geconfronteerd met enkele landmeters die helaas misleidend bezig zijn en dat kan de regering niet accepteren. Landmeter Josaphat zegt dat ze de samenleving zal dienen naar eer en geweten. Ze steekt vrouwen die dit beroep ook willen uitoefenen een hart onder de riem om hun droom te volgen.